zijn, laat allerlei horen zodat die beste maand in beeld over kan horen. Boeren en burgers. Nou ja, de welkomstwoorden van RIVM, man, die slaan we gauw over. Mijn naam is Jeroen Vermanen, al jongen even koeienboer. We zijn hier met een doel vandaag om met z'n allen te benadrukken wat het belang van de Nederlandse landbouw is. Nog niet zo lang geleden, ongeveer 75 jaar, kende elke burger in Nederland de smaak van honger. Collectief zijn toen de schouders eronder gezet in het land. Met als motto, nooit meer honger. De Nederlandse landbouw is hierin geslaagd en daar mag de hele Nederlandse BV trots op zijn. De Nederlandse landbouw is hierin zo succesvol geweest dat niemand in dit land nog weet wat honger is. Maar toen het belang van voedselzekerheid afnam, voedsel is hier nou eenmaal vanzelfsprekend, zegt men, kwamen er andere eisen als voedselveiligheid, goede manier van produceren en eisen op het gebied van klimaat en milieu. Het lijkt wel hoe vanzelfsprekender voedsel is geworden, hoe hoger de eisen aan andere vlakken werden. Het Nederlandse streven om koste wat kost het beste jongetje van de klas te willen zijn, dreef eisen alleen maar verder op. Uit gedrevenheid, vakmanschap en passie heeft de Nederlandse landbouw fantastische resultaten geboekt. Zoals geen enkele andere sector heeft geboekt. Ik noem er een paar voorbeelden voor de vuist weg. 70% reductie van ammoniak. Ammoniak hebben we het nou over, hè? 70%. 70% reductie van antibiotica. 90% reductie werkzame stoffen, gewasbeschermingsmiddelen. En nog een CO2-reductie waar je u tegen zegt. De hele wereld kijkt om naar de ongelofelijke resultaten die wij hier met z'n allen hebben bereikt. Maar het is niet genoeg. Als de kop van Jut krijgt de landbouw de ene na de andere zwarte piet toegespeeld. De media, groen, links en idioot, heeft ons achter elkaar op de korrel. In plaats van een journalistieke plicht tot waarheidsvinding misbruiken ze het een na het andere fake nieuwsrapport om de landbouw nog meer problemen op naam te schrijven. Politiek neemt dit over, zonder gedegen onderzoek. Regeert het onderbuikgevoel en wordt er op basis van leugens, aannames en emoties beslissingen genomen die de hele landbouwsector steeds dichter naar de rand van de afgrond drijven. Hebben we het over leugens, aannames en rekenmodellen, waardoor we dreigen opgeofferd te worden, dan zijn we in Bilthoven bij het RIVM aan het goede adres. En we zijn in dit geval alle door de grote boze stikstofwolf gebeten worden. Akkerbouwers, veeboeren, vissers, de bouwen, transport, noem maar op. Alles en iedereen hier wordt er door deze kloten gebeten. We worden genaaid met onze broek aan. Stikstof is geen probleem en het zal het ook nooit worden ook. Stikstof is voor 78% het goedje wat u nu inademt. Stikstof is een basis van eiwit. Stikstof is het begin van leven. Stikstof is een teken van leven. Net zoals mest een teken van leven is. Maar hey, ook daar zit weer stikstof in. Door stikstof groeien planten. Groeiende planten leggen CO2 vast. Groeiende planten produceren zuurstof. Stikstof in de vorm van ureum wordt als AdBlue zelfs gebruikt om dieselmotoren schoner te laten rijden. Snapt u het nog? Stikstof is net als mest eigenlijk best wel een prettig goedje. Totdat een blaadje op was. Instituten zoals de overheid en het RIVM zich ermee gingen bemoeien. Als Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu heeft het RIVM zich al jaren bemoeid met stikstofmetingen, berekeningen, modellen en aannames waar al jarenlang forse kritiek op is. De arrogantie waarmee het RIVM zijn methode nog steeds robuust en wetenschappelijk verantwoord noemt, en het kleine mannetje zei het vanochtend weer, hè, is grenzeloos. De rol die het RIVM zichzelf toebedrift als onafhankelijk wetenschappelijk instituut is al jarenlang grenzeloos overschat. Onderzoekers als Jaap Hanekamp, Geesje Rotgers en Jan-Kees Vogelaar hebben jaren geleden al aangetoond hoe dubieus, oncontroleerbaar, frauduleus en bewust gemanipuleerde onderzoeken, meetstations en meetmethodes zijn. En nog steeds staat elke dag het meetstation in Wekerom naast de rioolput en in Vredepul staat hij naast de kippenstal. Het RIVM speelt met medeweten van de minister en overheid al jarenlang de vermeende onschuld. De minister en overheid zijn in deze trouwens net zo verwerpelijk als het RIVM zelf.
door het RIVM toe te staan zichzelf te keuren. En al net zolang als de werkelijk onafhankelijke onderzoeker zal aantonen hoe grenzeloos het RIVM ernaast zit, al net zolang speelt het RIVM mooi weer. Iedereen is welkom, evenals vandaag. Iedereen krijgt koffie aangeboden, maar niemand komt tot kort achter de deuren van de frauduleuze praktijken van het RIVM kijken. Pas na jarenlang touwtrekken onder druk van juridische acties, media en acties zoals deze vandaag, gaat er iets van een deur open. Intussen is de stikstofpuppy uitgegroeid tot een valse stikstofhond. Klaar om landbouw, bouw en transport dood te bijten. En het meest hypocriete van alles, het RIVM, zegt zich in te zetten voor volksgezondheid en leefomgeving. Maar intussen zetten zij met een fraudeleuze praktijken juist de volksgezondheid en leefomgeving op de rand van de afgrond. Met de dreigende gevolgen van de wantoestanden van dit instituut pleegt zij moord op boeren, boerderijen en cruciaal Nederlandse landbouw. Wij allen zijn hier overtuigd van de rol van de landbouw. We hebben gelukkig nog boerenverstand in plaats van onafhankelijk wetenschappelijk schotlos. Of het nu stikstof, fosfaat, CO2, voedselveiligheid, voedselzekerheid, milieu, dierwelzijn, middelengebruik, energieverbruik of kringloop is, de boer maakt altijd deel uit van de oplossing. De aarde kan best zonder het RIVM, maar geen boeren zonder aarde en geen aarde zonder boeren. We doen eventjes, totdat Geert Wilders komt, even een muziekje draaien. Want het is, we zijn een beetje voor op schema, dus zodoende. Tot zo.